Ik ben Elke Stienissen. Ik ben nu 38 jaar oud. En mijn kankertraject is eigenlijk begonnen in 2015. Mijn eerste symptomen waren eigenlijk alcoholpijn. En dat is iets wat heel bizar is ook. Maar iedere keer als ik alcohol dronk, bij één klein slokje, kreeg ik een heel onaangenaam gevoel in mijn lichaam. En dan een tijdje later merkte ik toch wel dat ik redelijk vermoeid aan het worden was. En dan, ik denk een tiental maanden later, begon ik ineens een prikkelhoest te ontwikkelen. En ondertussen moest ik 's nachts ook heel hard zweten. Dus mijn nachtkledij was eigenlijk helemaal kletsnat. Eigenlijk niet helemaal normaal. En ik ben dan nog eens terug naar de huisarts geweest. En toen heb ik echt gezegd van, ik wil echt dat je mijn bloed opnieuw test. Want ja, er is echt iets grandioos mis met mij. En hij heeft mij toen doorgestuurd voor een foto van mijn longen. Omdat ik toch die prikkelhoest nog altijd had. En toen ik in de wachtzaal zat, nadat de foto eigenlijk genomen was, hoorde ik die mevrouw al naar mijn huisarts bellen. En ik hoorde haar zeggen van, oh, ze is nog zo jong. En hij zei van, mag ik uw handen even? En ik gaf mijn handen zo en hij pakte die vast. En hij zei van, Elke, je hebt kanker. En ja, dat was zo overdonderen. En dan uiteindelijk, ja, na heel wat onderzoeken, ik heb een PET-CT-scan moeten doen, een beenmergpunctie, wat dan niet zo aangenaam was. En na die onderzoeken bleek dan dat ik klassiek Hodgkin-lymfoom stadium 4 had. En mijn hematoloog had gezegd van oké, Elke, 6 maanden behandeling. Dus ik dacht oké, 6 maanden afzien, dat moet wel lukken. Ik ben ook gewoon blijven werken. En na die 6 maanden dan uiteindelijk, was de PET-CT-scan was zo wat. Dus ik ben een maand zo'n beetje een afwachtende houding gaan aannemen. En toen wist ik van oké, ik heb echt terug kanker. En dan wist ik van oké, nu moet ik een autologe stamceltransplantatie ondergaan. Maar na 1,5 jaar kwamen we tot de constatatie dat er toch weer progressie was. En dat we iets moesten doen en waarschijnlijk een allogene stamceltransplantatie. Maar ik had geen geschikte donor op dat moment, omdat mijn broer geen match was. En uiteindelijk zijn we naar die allogene stamceltransplantatie gegaan, omdat ik ook een anonieme donor had. Een heel goede match van een Britse. En dat was in mei 2019. En ik heb tijdens mijn kankertraject eigenlijk heel veel steun gehad van mijn vrienden. Ik ben hem daar eigenlijk enorm dankbaar voor, omdat ik niet het gevoel gehad heb dat zij mij anders behandelden. En ik heb ook heel veel steun gehad op het werk. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik deed mijn job heel graag. En ik heb eigenlijk vanaf dag 1 ook tegen mijn collega's gezegd van oké, ik heb kanker, maar jullie moeten mij niet anders behandelen. En ik was daar heel open in. En iets anders wat mij ook wel geholpen heeft, is lotgenotencontact. Omdat als Hodgkin-patiënt en zeker als Hodgkin-patiënt die niet genezen was na een eerste lijnsbehandeling, had ik echt wel nood aan contact. Ik heb na mijn autologe stamceltransplantatie beslist om vrijwilliger te worden bij een patiëntorganisatie. En dat geeft me heel veel energie ook terug. En ik ben heel dankbaar dat ik er nog altijd ben. En dat is dankzij mijn geweldig medisch team. Maar ook door mijn persoonlijke ervaringen wil ik ook wat terug doen. Ik zou heel graag aan andere lotgenoten meegeven dat ze iets moeten doen, een hobby of iets anders, waar ze ook heel veel energie uithalen. Omdat ze een kankerdiagnose krijgen, maar ook de behandelingen, dat kost enorm veel energie. En je houdt dat eigenlijk alleen maar vol als je ook energie terugkrijgt. Ik zou echt iedereen aanraden om bij jezelf te raden te gaan en te kijken van oké, wat doe ik graag, wat geeft mij energie? En om dat zeker te blijven doen. Ik heb een aantal maanden geleden had ik nog een afspraak met mijn hematologe. En toen had ik tegen haar gezegd van eigenlijk heb ik dat wel goed gedaan. En zij vond dat ook. En ik ben daar redelijk wel trots op. Maar het komt ook wel een beetje dat ik heel veel vergeten ben. Van hoe ik mij voelde op bepaalde momenten. En dat ik die angst die ik toch wel had op sommige momenten, dat ik die echt vergeten ben. Dus ik denk dat dat ook wel hoop geeft aan mensen van oké, het is echt wel niet leuk, een behandeling, echt heel zwaar, maar het vervaagt. Er is echt wel hoop dat het echt wel beter komt.